Ja, en nou, goed zo, meisje. Dat gebeurt niet vaak, die twee, hè? Kan er ineens een grote hond met zijn neus voor haar, mandje en... Maar ze vond het allemaal maar normaal. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer dinsdag 8 september en we leven om 13:55. Gisteren was het dus maandag en ik ben gisteren ook vergeten af te sluiten. Helemaal vergeten. Want ik had het op een gegeven moment druk. Want ik had de telefoontjes gepleegd om uit te vogelen wat het gaat kosten om bij een poezebeestje het nageltje weg te knippen. En dat heb ik gedaan. En toen moest ik nog een restmandje zien te vinden. Nou, dat had Wilma. Dus die heb ik even opgehaald gisteren. En daar kan ik vanmiddag om 3:30 bij een dierenarts wezen om dat teennageltje van eeuwen weg te laten. Tenminste, dat zit er ingegroeid of zo. Maar ze hebben er geen last van of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we moeten ze maar even naar kijken. Maar in ieder geval een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja! Hé, Rijka? Ik ga nog even met haar wandelen voordat we daar naartoe moeten. En het is daar ook een klein beetje puin op, want ik had geen zin meer gisteravond. Nou, dat komt ook later wel vandaag. En ik moet weer proberen te renderen, want gisteren heb ik ook geprobeerd te renderen. Waar ik zondag al mee bezig was. Dat is gisteravond nog gelukt. Ja, eerder wou het niet. Iedere keer sloeg mijn ding op tilt en... Deed hij niks meer, kon ik niks meer. Want ik heb eerst mijn pc ook maar weer even een schoonmaakprogramma eroverheen geknikkerd. Nou, en daarna deed hij het weer. Maar toen werkte ik alleen nog maar in de reclame van een film die ik keek. En dus lekker rustig aan. En op een gegeven moment was hij eindelijk klaar. Dan kon hij naar YouTube. Nou ja, YouTube doet het wel. Dus... Maar ik hoop dat het vanmiddag ook nog gaat lukken om eventjes een vlog in elkaar te zetten. Ik moet in ieder geval om 3:30 bij de dierenarts wezen en dat ga ik op de booster doen. Want dat mandje die past precies zo tussen de stuurkolom en waar mijn stoel op staat. Daar staan de accu's onder die kap. Dat kan nu mooi tussen, dan kijk ik met mijn benen eromheen. Ja, helemaal goed, komt helemaal goed. Ja hoor. Dan moet ik altijd even een handdoekje in. Ja, dat ze niet... de kussen wordt weer te dik. Ik leg wel een handdoekje erin neer. Ja, kun ze daarop leggen. Maakt niet uit. Gewoon een vuile handdoek. Ja, wat maakt het uit? Het moet er gewassen worden. Hé, meisje. Ja, hé. Ja. Maar ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En gaan wij ook verder doen. Ja. Hé, Rijka? Ja, nou meisje. Boefke. Oh, jij ziet Ewen aankomen lopen. Ja, en nou? Goed zo, meisje. Dat gebeurt niet vaak, die twee, hè? Zo in de vensterbank. Dat is ook zeer zeldzaam dat die twee bij elkaar zijn zo op deze manier. Hé? Ja. Wat voor dikkie. Zo maar Ewen, hè? En niet Gandalf. Gandalf is buiten. En die zakken staan er nog. Jongen, nog goed, hoor. Op die zakken, die groen-witte zakken daar, hoor, daar staat op aanstaande maandag. Dat was dus gisteren, want hij werd zaterdag werd het huis in huis bezorgd. En dan moest je het maandag op buiten zetten. Het is van een kringloopwinkel. Ja, nou, lekker hè. Blijft het dan gewoon staan, tot wanneer weten we niet. Nee, hè? Oei ja. Maar we gaan eventjes lopen, meisje. Ja, we gaan even lopen.
Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en doe het met een lach. Maak elkaar blij, want dat is het mooiste wat er is. Om iemand blij te maken. Ja, en dat doe je altijd een glimlach uit te delen naar iedereen die je tegenkomt. Goedendag meneer, goedendag mevrouw. Hoe gaat het met u en hoe gaat het met jou? Hoe simpel kan het wezen? En het is maar een klein gebaar, maar je maakt er een ander al blij mee. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, genieten en tot later. Nou, lieve vrienden, ik sta klaar voor vertrek met Ewin naar de dierenarts. Het is net 3 uur geweest. Ewin. Kiekeboe, zit je met je ruggetje daar? Oh, je zit met je ruggetje naar het poortje toe. Ze vindt me niks. Nee, logisch, maar ze is wel stil. Ik hoop dat ze op de booster ook lekker rustig blijft. En dat bij de dierenarts ook. En dat ze zal laten verzorgen. Ja, laat ons hopen. Ik ben benieuwd. Ik ga er vandoor en ik hou jullie op de hoogte. Ik neem jullie niet mee, want het is een hele andere nieuwe vreemde dierenarts. Ik weet het niet. Nee. Ik vind het zelf ook eng. Maar ja, oké, lieve vrienden. Geniet ze. Tot later. Ja, hallo lieve vrienden. Het is alweer 5:10 en ik ben nog maar net thuis met Ewin. Ja, zo lang heeft dat geduurd. Ja, je moet op wachten. Er mogen er niet meer dan 2 mensen naar binnen toe met hun dier. Dus ja, en dan kwam er eentje wel na mij, maar die had eerder een afspraak, dus die wordt eerder geholpen. Maar Ewin, haar nageltjes die zijn dus geknipt. Dat is allemaal goed gegaan, maar hij onderzocht haar verder. Heeft de dame last van haar schildklier? Die werkt te snel. Dus, ja. Pilletjes gekregen. Maar het is wel een hele lieve dierenarts ook. Ja, ben ik blij mee? Ja, daar ben ik gezegend mee. Want als jij als mens goed wordt behandeld door een dierenarts, dan zit het goed, want dan doet hij tegen je dier ook lief. Meestal zo. Hé, Ewin? En dat was ook lief, hè? Hij pakte dat vel zo op en hij vond het broodmager. Ja, dat is ook. Het is ook broodmager. Maar ze eet mijn arm, maar nou heeft ze me nog armer gemaakt. Ja, mijn hemel. Genade, ik heb de kassabon trouwens. Ja, die zit in mijn portemonnee. En dat gaat jullie trouwens weer niks aan. Nee, wat het mij gekost heeft, dat heeft. Ik moet enkel nap een houtje bijten. Ken je dat? Ja. Hé? Hé, zie, kom dan. Ja, kom maar. Oh, blablabla. 1, 2. Kijk eens aan, daar was je al. Hé, en alle naaldjes zijn geknipt. Hè? Ja, daar heb ik geen last meer van. Alle nageltjes, voor en achter. Toppie. En ze heeft maar heel eventjes gebloed. Dus dat was ook zomaar over. En ze heeft niet gejankt of wat dan ook. Alleen heeft ze laten horen. Al de booster. Dan was het af en toe miauwen. Nou, het gaat hartstikke goed met hem. Dat gaat ze gewoon behandelen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En er was nog een vrouw met 2 katten. Nou, die ging me toch in die korf al tekeer. Dat ze binnenkwamen en die bleven me tekeer gaan. Vooral die ene. Nou, die jeetje. Dus ben ik met haar en zei helemaal niks. Ze zat alles gewoon rustig te bekijken. Zo lag ze met die pootjes zo onder de borst. En lag ze alles te kijken. Kwam er ineens een grote hond met zijn neus voor haar. Mandje en ze vond het allemaal maar normaal. Nou ja, is toch leuk, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik heb onze liefhebbende Sandra hier aan mijn tafel zitten. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei!